Hoe haal jij het beste uit jezelf? Joseph Campbell heeft in 1949 onderzocht wat nou de verhaallijn is in alle klassieke sprookjes, in alle heldenverhalen. En hij noemt dat de Hero's Journey. Is je al zo ooit opgevallen dat al die sprookjes en eigenlijk ook alle klassieke heldenverhalen ongeveer hetzelfde pad volgen? Dat komt omdat dat het pad is wat we zelf herkennen in het ontwikkelen, in persoonlijke groei, in het ontwikkelen van ons eigen leven. En omdat hij dit heeft onderzocht, kunnen we die Hero's Journey ook projecteren op ons eigen leven. Want welke sporter bijvoorbeeld vinden wij nou ontzettend inspirerend? Dat zijn doorgaans toch gewoon de sporters die tegenslag hebben gekend, die struggles hebben gekend. Een Epke Zonderland die op het beslissende moment van de rekstok valt. Daar identificeren wij onszelf mee. En op het moment dat hij het dan wel haalt, 4 jaar later in de Olympische Spelen, dan staan we op de banken. Hij staat! Kun je het nog herinneren? Dat is een onderdeel van de klassieke Hero's Journey. En om succesvol te zijn, of om het uiterste uit jezelf te halen, zal ik deze stappen met je delen. En ik heb een worksheet gemaakt. Er komen een aantal video's over dit onderwerp. En ik heb een worksheet gemaakt die je onder deze video kunt downloaden. Met een aantal aanvullende vragen die jij jezelf kunt stellen. Om hier meer over te weten. En om bij jezelf te achterhalen hoe deze Hero's Journey nou voor jou in elkaar steekt. Dit zijn de 11 klassieke stappen uit de Hero's Journey. We starten met de status quo. De status quo is de bestaande situatie zoals die nu is, het leven. Dat wordt geleefd door de held in dit verhaal. Dat kun je dus zelf zijn natuurlijk. Maar het leven wordt geleefd. Vervolgens is er een roep naar avontuur, een roep om avontuur. Iets in de persoon wordt aangewakkerd waardoor er iets ontstaat, een behoefte. En in eerste instantie wordt dat ontkend. En of dit nou voor sport geldt, voor werk geldt of in een privé situatie geldt, het zal altijd hetzelfde zijn. In eerste instantie ontken je het. Denk van, dat is niks voor mij. Daarna wordt die roep alleen maar groter. En ga je actief op zoek naar mensen die je eventueel zouden kunnen steunen in het bereiken van dit doel. Een bepaalde mentor bijvoorbeeld, een hulpbron die je zou kunnen helpen. Tegelijkertijd ontstaat de eerste weerstand in de omgeving bij jou. Dus je deelt misschien je ideeën en dan zullen een heleboel mensen zeggen, jij? Ondernemen? Dat zou ik niet doen. Of ze komen met verhalen van allerlei doemscenario's waarom je dit niet zou moeten doen. Dat is de eerste weerstand die je tegenkomt. Stap 3 is uiteindelijk het vertrek. In een sprookje is dit altijd het punt dat de held op zoek gaat naar de vreemde wereld. Ze gaan naar de andere speciale wereld om daar hun reis te beginnen. Vol met onzekerheid, vol met gevaar. En daar zit van alles wat we nog niet kennen. Maar de roep is groter dan de angst. En we gaan. Dan komen we op punt 4. Punt 4, dat zijn de beproevingen. Er zullen obstakels op het pad komen. Die obstakels, die kunnen groot zijn, die kunnen klein zijn, maar doorgaans word je getest in je skills, in je vaardigheid en in je doorzettingsvermogen. Er zal tegenslag zijn, want niet alles gaat even makkelijk. Het zal stroef zijn. Twijfel zal aangewakkerd worden in het hoofd van de held. Vervolgens komt de toenadering. De toenadering betekent dat de held voldoende getest is. Dat hij klaar is voor de eindbaas. En de eindbaas, daar gaat het allemaal om. Maar er mist nog iets. Er is iets wat nog mist. We weten nog niet wat, maar we zijn er nog niet. Vervolgens komt de eindbaas in beeld. En wordt de held voor de eerste keer te neergeslagen. Er is crisis. Stap 6 is crisis. Crisis. Net als je denkt dat je er bent, net als jij denkt ik kan de eindbaas verslaan, bam, word je om de oren geslagen
met tegenslag. Het lukt dus niet. Onverwachte tegenslag. Volop twijfel. Volop onzekerheid. Moet ik volhouden? Moet ik nog een keer gaan? Moet ik nog een keer die eindbaas verslaan? Of zal ik opgeven? Maar als ik opgeef, dan zal ik nooit mijn doel bereiken. Afleiding lonkt. Want het is makkelijker om op dit moment even je kop in het zand te steken dan door te gaan en door te pakken. Maar degene die echt bereid is om dat resultaat te behalen, die zal doorgaan. En die verslaat uiteindelijk de eindbaas. Dan komt fase 7. Dat is een fase van verlichting. Alle kennis, kunde en ervaring komt bij elkaar. De eindbaas wordt verslagen. En sterker nog, vaak is het dan relatief eenvoudig om de eindbaas te verslaan. Er is één dingetje wat je even anders had moeten doen. En daarmee lukt het een stuk beter. En daarmee vind je je ultieme kracht. Dit is echt waarbij je ongelooflijk hard persoonlijk groeit. Het resultaat. Punt 8, stap 8 in de Hero's Journey is resultaat. Een magisch elixir. Je hebt de prinses bevrijd. Uiteindelijk staat dit natuurlijk voor een stukje groei. Een stukje persoonlijke groei. Zakelijk, spirituele groei. Emotioneel, mentaal. Er is iets. Er is een skill, een vaardigheid toegekend. Vervolgens komt er weer een fase van twijfel. Want stap 9 is de terugkeer naar de oude wereld. En de terugkeer naar de oude wereld. Daarin ontstaat een beetje vertwijfeling. Want ja, ik heb een nieuwe skill ontdekt. Ik heb groei doormaakt. En hoe zal dat nou zijn als ik weer terugkom in de normale wereld? Want het groeiresultaat is nog broos. Dat is nog niet getest. Dan stap 10. Nieuw leven. Nieuw leven. De held zit weer terug in de normale wereld. En voelt zich ontzettend trots en verlicht. Maar hij weet zich nog niet zo goed te gedragen. Hij zit op een roze wolk. Stap nummer 11. Helder zicht. Het inzicht wat hij heeft gekregen in de speciale wereld. De vaardigheid die hij daar heeft opgedaan. De persoonlijke groei. Die gaat hij inzetten. Niet ten behoeve van zichzelf. Maar ten behoeve van anderen. Voor een betere wereld. En het rendement van de strijd tegen de eindbaas wordt ook duidelijk. Hey, dit is vaak het moment dat het huwelijk plaatsvindt. En dan eindigen ze altijd met: ze leefden nog lang en gelukkig. In het sprookje en in de Hero's Journey ontstaat een nieuwe status quo. Rust in de tent. Maar wel op het volgende level. Nou, zo werkt dat natuurlijk ook in jouw leven. En ik zal een voorbeeld geven van mijzelf. Toen ik een paar jaar geleden naar de New York Marathon wilde met klanten, dat was mijn ultieme droom. Ja, toen heb ik dat uitgesproken. Ik heb hulpbronnen gezocht. Ik ben gaan kijken, nou, wie kan me daarbij helpen? Welke reisorganisatie moet ik dan hebben? Hoe ziet zo'n traject er überhaupt uit? En wat is de allereerste kleine stap die ik moet doen om dit voor elkaar te krijgen? Daar is tegenslag geweest. Daar is tegenslag geweest. 2 jaar op rij heb ik het niet voor elkaar gekregen. Het eerste jaar was ik gewoon te laat. Alle tickets waren al weg. Tweede jaar kreeg ik het gewoon niet verkocht. Heel raar als ik daar nu op terugkijk. Het derde jaar is het wel gelukt. En nou ja, goed, die hobbels en uiteindelijk die crisis, want ik heb echt getwijfeld of ik dit door moet zetten. Die crisis heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ik nu mijn baan op heb gezegd en komend jaar met 10 man naar New York ga. Er zijn overigens nog een paar plekken beschikbaar. Weet je, dit heeft ervoor gezorgd dat ik me heb ontworsteld uit mijn baan in loondienst. Dat ik volledig voor mezelf ben gegaan. En dat voelt zoveel vrijer. Ik heb de vrijheid gevonden die ik uiteindelijk zou willen. Maar goed, nu is er weer next level. En dat betekent dat ik op sportief gebied over een aantal weken de Rotterdam Marathon ga lopen. En ik ga weer eens proberen. Nee, ik ga niet proberen. Ik ga mijn toptijd verbeteren. En ik wil nu mijn PR aanscherpen van 3 uur 36 naar 3 uur 10. Jazeker, dat is bijna een half uur sneller. Is dat mogelijk? Jazeker is dat mogelijk. Is dat comfortabel? Jazeker is dat niet comfortabel. Maar de trainingen die lopen nu goed. Dus ik zit vol in de hobbelfase. De toenadering die komt.
Er zal ongetwijfeld nog wel een keer een tegenslag zijn of een crisis komen net voordat ik daar in Rotterdam ga lopen. De exacte uitkomst van dit geheel weet ik niet, maar datgene wat ik in de hand heb, dat wil ik in de hand hebben. En zo zijn er op alle vlakken allerlei uitdagingen te doen. Ik ga nu stoppen met praten. Worksheet kun je hieronder vinden. Er zitten nog een aantal vragen in. En aan de hand van die vragen kun jij jezelf met de Hero's Journey uitdagen om stap 1, 2 en 3 alvast te gaan bewandelen. In volgende video's behandel ik stap 4 tot en met 12. Waardoor jij de hele Hero's Journey doorloopt voor jezelf. En dat je meer inzicht krijgt in hoe jij nou daadwerkelijk alles kunt bereiken in het leven wat er te bereiken valt. Jazeker. Dus zowel op sportief als op persoonlijk als op zakelijk of professioneel vlak ga je hiermee aan de slag kunnen. Gebruik het, download het hieronder en ik ben super benieuwd hoe dat het allemaal zit bij jou. Ciao, ciao.